Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Jamie, het is vandaag zaterdag. Ik zit nu in Starbucks, het is 8 uur 's ochtends en ik ben met Elijsha. En we zitten nu bij Starbucks. Ik heb een caramel frappuccino besteld. We zijn nu aan het wachten op Chiara, want die komt over ongeveer, wat zal het zijn, 10 minuten aan op Delft. En dan gaan we nog even koffie drinken hier. En vandaag gaan wij naar Amsterdam toe. Superleuk. Wat wij in Amsterdam gaan doen, vertellen we niet. Maar jullie zien het allemaal in de vlog van vandaag. Dus ben je benieuwd wat wij vandaag gaan doen in Amsterdam? Blijf vooral kijken en dan spreek ik jullie weer. We zijn op Schiphol. We gaan naar Londen. Woehoe! Grapje, we gaan niet naar Londen. Dat was een grapje. We gaan lekker winkelen in Amsterdam. Jee, ik ben met Elijs. En Chiara staat hier achter. Ja. Ik weet niet of jullie zien. Elijs is net een half uur bezig geweest met haar make-up. Dit is wat ik aan heb, mijn outfit voor vandaag. Lekker basic. Dit is wat Elijs aan heeft, een jas. En dit is haar outfit. Dit is mijn outfit. En we gaan er vandoor, want we gaan de trein pakken en dan gaan we op naar Amsterdam. Elijs, vertel even waar we zijn. Wow. We zijn bij Global. En wie zijn er? Noor en Amber. En daar hebben we Chiara, die hadden jullie nog niet gezien in de vlog. Punt, oké. We zitten nu in een cafeetje en ik drink dit, deze, lekkere. Melk. En we gaan zo meteen, wat ga je? Ik wil thee. Ik weet je wat ik verstond? Ik verstond, ik wil seks thee. Ik verstond dat. Ik wil thee. En thee, en thee, en die. Oké, we gaan ophangen nu. Ik ben dus nu nog steeds bij Global. En inmiddels zijn Shema en Chiara ook aangeschoven. Geschoven. Kijk, doe je nog best voor. En ondertussen... Het is kwart over 11, te vroeg. Ondertussen heeft Elijsha er deze al op. Noor liep net voorbij. En wat gaan we nu doen? We zijn aan het wachten op ze. Ik heb de Winnow Best. Jee. Ik heb een groepje trouwens. Wat wil jij aan het doen? Je bent je body betalend bij Will ofzo. En Chiara is daar. En het is nu kwart over 11. Dus ik zie jullie zo weer. En tot zo. We zitten er nog steeds. Maar ik heb wel een selfie met Amber en Eden. Ik ben nog steeds met Chiara. En samen en Jay zijn binnen. En samen en Jay zijn binnen. Chiara is daar. Op Chiara, wie wacht jij? Mag ik even wat zeggen? En hallo Elijsha. Elijsha gaat volgende week auditie over Idols. Yes. En dat ga ik vloggen. Allemaal kijken. Allemaal kijken. Wij zijn er ook bij. Ik ben erbij. Shema is erbij. Chiara is erbij. Mag ik even wat zeggen? En een kusje voor je moeder. Nee. Dat wou ik niet zeggen. Allemaal niet inzoomen. Nee, niet in. Oké, ik heb een keer meer tijd om een foto te maken. Kijk allemaal naar de audities van Idols. Misschien is Elijsha door, misschien ook niet. Maar we hopen natuurlijk van. Wel. Wel. Dus. Niet. Dus, dus. Oeh, kijk die donut op knop. Zo, die krijgt echt een grote knop. But oké. Nou, ik zie jullie later weer, want dit is one of the guys. But hij gaat jullie oppakken. Doei. But oké. Gone, he's gone. En ja, yeah. Ik weet niet. Later, ja, nu is hij aan het filmen. Het is zo awkward. Hoi Jamie. Hallo. Hoi. Hoe heet jouw kanaal dan? Hier bij mijn lijn. Oh, way too close. Ik heb zeg maar vlogs en zwerk en challenges en dat soort dingen. Oh, cool. Dus van allerlei. En hoe vaak post je dan? Ik probeer wel elke dag te posten, maar het lukt niet altijd. Op zijn bek, sorry. Het lukt niet altijd, maar meestal wel. Dat is wel belangrijk. Je moet anders, je kan beter zeg maar. Dit soort momenten vind ik dan awkward als mensen met aanstaan. I know, maar dat is wel wat mensen leuk vinden. Dat, dat je is het. Je kan beter onbedacht dat mensen weten dat er een video uitkomt. En precies. Dat is zeg maar, consequent blijven. Hoe vaak vertel je die afgedaan? Zes dagen. Ja. Zes dagen. Zes dagen om 7 uur 's ochtends posten wij exact. Altijd. Dus om 7 uur ligt nog in mijn bed hoor. Ik ga je weer. Ja hoor. Tuurlijk. Ja, nee, ik moet in Amsterdam. Naar jou kijken, ik ben aan het vloggen. Dus dan moet je naar die camera kijken. Ik heb er 15. Oké, nu ik. Wie gaat Elijsha? Kom, Shay. Shema, kom. Kom, Shema. Ah, Shema. Elijsha is niet om. Nou, dan gaan Marley en ik maar zo. Hallo. Zie je dat? Alleen maar Senna. Ja. En hier ondertussen maken ze een Snapchat. Yes. Eens. En ik heb een
Oké, doei. Volg je me op Snap? Ja. Donald, ik heb dit. Kiara is hier aan het eten. Kiara zit vol. Kiara zit vol van de McDonald's, van alle donuts. Ik heb één. Niet zo echt gezicht. We hebben echt smoothie. Ik had één patatje gegeten en ik heb nog geen honger meer. We hebben echt smoothie. Gewoon omdat het te leuk was met Senna, Mark. Ja. Je zit er trouwens in de vlog. Ik heb het gevlogd. Thuis wil je dus een kwark tart maken. We hebben dit in Amsterdam gekocht. Het is 11:30 klaar. 11:30 is die klaar. We kunnen gaan eten. Dan kunnen we dit gaan eten. En we gaan nu de film. Aardbeekwarktart. En we gaan lekker eerder zo meteen als het klaar is eten. Hopelijk, want hij is om 11:30 is klaar. Deze uithalen, toch? Nee, ik zou daar die pakken. Daar. Nee, is een handen. Dan ga je hier gewoon zitten. Dan ga je gewoon zitten. Oké, nou, ondertussen gaat Kiara lekker mengen. Komt van water. En ik ga zo lekker douchen. En, dus ja. Nou. En ondertussen drink ik appelsap. Kwarktaart is af. Made by Kiara. We zijn ondertussen een film aan het kijken. Ik heb net gedoucht. Ik ben helemaal niet... Jawel, ik ben wel scherp. Ik heb net gedoucht, zoals je kan zien. Mijn haar ga ik lekker natuurlijk laten opdrogen. Want ik heb geen zin om het helemaal te gaan feunen. En ik heb er ook de kracht niet meer voor om te feunen. Dus ik doe het lekker natuurlijk opdrogen. Woep. Oké. We zijn een film aan het kijken op SBS6. Ik weet niet welke film. Ik ga het gewoon voor jullie opzoeken. Oké. Het gaat over een auto of zo, whatever. Over de krachten. Hoe heet hij? Wacht. De Soracers Appetite. Ja, dat dus. Appetite. Dus dat gaan we nu lekker kijken. De kwarktaart kunnen we pas eten om 11:45. Dus dat wordt echt heel laat. Ik ga zo wel even foto's versturen. We doen alles voor de kwarktaart. Alles voor de kwarktaart, hoor ik Kiara zeggen. Ik ga zo meteen even de foto's sturen via Dropbox naar Shema en Kiara. Andere Kiara, dus dat gaan we doen. Kiara, hoe zit jij erbij? Kijk hoe Kiara erbij zit. Kiara zit echt op een dekentje of zo. Of nee, het is een sjaal. Sjaal. Excuse me, een sjaal. Het was echt een superleuke dag in Amsterdam. We gingen eerst naar Global. Daar hebben we samen met Amber en Aiden op. We hebben 6 uur gezeten. 6 uur gezeten, maar dan hebben we ook 3 selfies kunnen maken. En toen daarna hebben we gechilled met Marley en Senna. Echt. Ze zijn echt aardig. Ze zijn echt super chill. En dus. Ja. Oh my god. Wat heb ik. Oh my god. Ik zie er echt niet uit. Kijk dit. Dit krijg ik altijd. Dit krijg ik altijd een heel rood oor hier. Hè? Ik krijg dat altijd als ik heb gedoucht. Dan heb ik. Gloeiende oren. Nou, oké. Dit is wat ik aan heb nu at the moment. Ik heb deze trui aan van Tactcoat. Hè? Ja, weet ik. Maar ik dacht, ik doe hem even niet aan, want... Heb je hem al gepast? Nee, mijn haar is nat. Ja, ik heb hem gepast. Hij zat op zich wel goed of zo, hoor, maar je zag dit. Was het doorschijnend? Nee, hij was niet doorschijnend, maar je zag heel erg mijn lichaam er doorheen, weet je wel. Het was niet groter keer. Het was XL, weet je wel. Maar ja, kijk, weet je, het is gewoon wel... Het is voor thuis. Het is gewoon voor thuis. Ik wil gewoon binnenkort veel kunnen... joggingspak gaan kopen, omdat ik lekker ook thuis wil chillen. Dus dat. En ik ga nu appelsap drinken. Dus ik heb genoeg gebrabbeld voor nu. Ik ga even de camera wegleggen. En dan spreek ik jullie zo weer. Oh ja, trouwens, ik wil van deze weken wil ik 3 dagen uploaden. Dat zijn maandag, woensdag en zaterdag. Want dat is chill. Dus de vlog van volgende week. Dat ik naar Idols ga. Met Elisha. Lois. Shema. Kiara. Niet die Kiara die er nu is. Maar de andere Kiara. Want ja. Kiara had ook mee graag. Had graag ook. Wat? Kiara had ook graag meegewild. Dat was hem. Naar de auditie. Maar ze heeft een verjaardag van. Een vriendin van haar. Dus dat kan ze echt niet missen. En dit was. Ja. Maar we mogen ook mee naar... Als stel, ze gaat door. Ik mag niks zeggen in de vlogs. Dus ga ook geen comment achterlaten met... Wauw, is ze nou door? Ja. Nee, ik mag niks zeggen. Jullie moeten allemaal dan naar Idols gaan kijken. En sowieso, als je lijstje doorgaat naar de live shows... Dan zit ik iedere week in de zaal. Als ik tijd heb. Dus
Ik ga even op mijn telefoon kijken en dan even de foto's versturen via Dropbox. En dan zie ik jullie zo weer, want ja. Kiara zit me echt aan te kijken van, Jamie, je vlogt over onzin. Dus ik ga jullie ophangen. Bye. Nee, ik zie jullie zo weer. Doei. Dus ja, met deze gozer zit het de hele avond. Hij gaat alleen maar dansen, raar doen en zo. Ja, ik weet het echt niet wat ik mee moet doen hoor. Hashtag Seymour. It's Jordy Short Time. Oh my god. Precies. Het awkwardste stukje komt nu. Nee, jullie gaan niet kijken. Oké, doei. Ben dus de vlog aan het editen. Dan kom je erachter dat je de vlog gisteren niet hebt afgesloten. Nou, bij deze doe ik dat. Ik laat jullie even nu zien wat ik heb gekocht in de stad. Het is niet zoveel, het zijn maar 2 items. Dus hier komen ze. En ondertussen ben ik moordvrouw aan het kijken. Dus laat ik jullie mijn aankoopjes even zien. Oké, ik heb deze 2 basic truien gekocht. Een grijze en een zwarte. Want ja, zoveel basics kan niemand eigenlijk in huis hebben. Iedereen heeft wel de basics in huis, bijvoorbeeld grijs, wit, bruin en zwart. En ik dacht, ik heb gewoon 2 truien nodig. Gewoon lekker basic die overal bij passen. Goed verhaal, James. Lekker kort. Dus dat heb ik gekocht. Dus ja, ik ga nu bij deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik zie jullie in een volgende video. Dus tot volgende week. Of tot maandag. Jongens, wat is dit? Dan bedank je voor het kijken naar deze vlog. Als je hem nou leuk vond, doe dan die dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik je in de volgende video weer. Doei doei!